FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Body Results. Aanstaande zondag is Roda JC de tegenstander van FC Volendam. De ploeg uit Kerkrade staat met 10 punten op de vierde plaats. Jari Vlak verwacht een lastige wedstrijd. Ja, ik denk dat dat toch wel een lastige wedstrijd gaat worden. Roda heeft ten opzichte van vorig jaar heel veel nieuwe spelers, ervaren spelers. Dus die hebben gewoon een goede ploeg staan. Dus ik verwacht wel een lastige wedstrijd voor ons. Vorig jaar begon voor FC Volendam in oktober een lange zegenreeks. Ja, we hebben natuurlijk niet echt een goede reeks achter de rug. Dat hadden we misschien wel anders verwacht. Maar ik denk dat we er zelf gewoon positief in staan. En dat we willen gewoon zo snel mogelijk die reeks inzetten. De selectie van FC Volendam oogde wat vermoeid in het laatste duel tegen de Go Ahead Eagles. Ja, dat klopt. Er hadden wat jongens kramp. Maar we hebben een lange week gehad, dus we zijn weer allemaal hersteld. Jari Vlak speelt tot nu toe alle wedstrijden. Dit seizoen, ja. Ik ben voor mijn gevoel heel goed begonnen. De voorbereiding veel goals gemaakt, veel assisten gegeven. En dat begon in de competitie ook wel goed. De laatste twee wedstrijdjes loopt bij mij ook wat stroever. Dus moeten we weer zien op te pakken. En weer de lijn omhoog zien te vinden. De laatste twee wedstrijden werden weinig kansen gecreëerd. Ja, dat is natuurlijk niet goed. We hameren er veel op dat we veel in de 16 moeten komen. En dat liep deze twee wedstrijdjes wat stroever. Maar tegen Utrecht creëerden we juist weer heel veel kansen. Dus ik denk dat tegen Roda weer gaat lukken. De wedstrijd van aanstaande zondag wordt gespeeld zonder publiek. Ja, dat is toch wel een beetje gek. Het lijkt een beetje op een oefenwedstrijd aan. Dus we gaan het zien. De wedstrijd Roda JC FC Volendam is live te volgen op Fox Sports 1, het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram.